vellen. Zoals je ziet, dat is nummer 1. En zo kun je het eigenlijk heel makkelijk opplakken. Er zit een soort 3D-effect komt er in de kaart. En je kan het gewoon zien qua plaatjes waar die moeten. En het zijn echt hele leuke kaarten. Ik twijfel of ik misschien nog een setje koop, omdat ik alleen de achtergrondkaarten al gewoon heel erg leuk vind. Sommige dingen vind ik wat minder, zoals ik ben niet een hele fan van vlinders en van vogeltjes. Soms vind ik het heel erg oudbollig eruit zien, want je hebt ook 3D-kaarten en dat is echt gewoon oudbollig. En daar hou ik gewoon niet van. Maar dit is wel echt een hele leuke, vlotte kaart. En deze zou ik ook gewoon echt naar vrienden of naar vriendinnen kunnen sturen. Hier zie ik dat die foamblots zijn gewoon heel erg klein. En zoals jullie weten is dat met mijn hand soms gewoon heel lastig. Dus ik kies straks voor om andere foamblots te gebruiken. En die zijn ook wat dieper. Dus dan ga ik ermee samenwerken, zodat er verschillende dieptes in de kaart komen. Dit is dan de eerste kaart. Er zit ook touw bij en pareltjes. En op deze eerste pagina zaten extra uitdrukvormpjes, zodat je die kon gebruiken. En deze heb ik allemaal eigenlijk niet gebruikt. Eén dingetje heb ik veranderd. Dan moet ik even kijken welke dat is. Ik heb op eentje heb ik maar één vogel geplakt. En ik heb ergens stond een vlinder op en daar heb ik een vogeltje op geplakt in plaats van die vlinder. Zodat ik wat meer vogelkaarten heb. Hier zie je dat mijn eigen foamblots pakken. Die gebruik ik hiervoor. Er zitten ook enveloppen bij en dat voor 99 cent. Dus je bent ook gelijk klaar en je kan ze dus ook echt gelijk versturen. En zij zeggen dan vloeibare lijm of een andere soort lijm erbij, zodat qua dieptes ook gewoon andere dingen vast kan plakken. De touw wat erbij zit in het doosje heb ik niet gebruikt. Ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. En later dacht ik, ik had daar wel een rondje kunnen doen of een strikje. Maar ik heb zoiets van, is het gewoon klaar. En het touw ligt op mijn bureau en dan kan ik zo bij een ander project gaan gebruiken. En de paaltjes plak ik op het einde straks allemaal op om te kijken wat ik leuk vind. Hier zie je dat ik aan het puzzelen ben al met de vogel in plaats van met de vlinder. Maar ik kies er toch voor om de vlinder op te plakken. Omdat deze video best wel lang duurt, ga ik nu een muziekje starten. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug als het filmpje is afgelopen. Tot zo!
Nou, daar ben ik weer. Ik ben nog druk bezig met alles opplakken en alles aan het bekijken wat ik ga doen. Ik verkoop altijd mijn kaarten via braderie en ladies night. Als het een hobby is, sta ik soms op een markt. Of mijn moeder of zusje staat op de markt en dan verkoop ik mijn zelfgemaakte kaarten. Doen jullie dat ook of doen jullie dat niet? Of alleen via Facebook of gebruik je het echt allemaal voor eigen gebruik? Bij de Action hadden ze ook andere setjes met andere kleurtjes, maar deze vond ik het vrolijkst. Als jullie de video leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie hieronder achter en abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doeg!